In 2 dagen tijd hebben personen het leven gelaten bij afzonderlijke verkeersongevallen. De 40-jarige Jurlen Kromosatiko, gehuwd San Rochman, overleed gisteren aan de letsels die ze opliep bij een aanrijding op woensdag 2 februari aan de Welgedacht Zeeweg. De vrouw reed op een motorfiets en wilde een pick-up inhalen. Bij de inhaalmanoeuvre werd ze aangereden door de pick-up die rechtsaf wilde slaan. Jurlen Kromosatiko raakte zwaar gewond en overleed gisteren op de ICU van het Academisch Ziekenhuis. De 24-jarige mede-inzittende Julian Switimang is in de nacht van donderdag 3 februari aan de Mohamed Rashid Pirkanweg na een verkeersongeval overleden. Volgens verklaring van de bestuurder reden hij en de 2 mede-inzittenden de richting van de Mawakabo-weg op. Hij wilde een ander voertuig inhalen, maar bij die gelegenheid voerde de bestuurder van dat voertuig zijn snelheid op, waardoor hij niet kon inhalen. Er kwam een tegenligger aanrijden en remde af en week uit naar links. Hij verloor de controle over het stuur, botste tegen een boom en een mast van de EBS en kwam tenslotte in een goot terecht. Switimang kwam hierbij om het leven.